alles van die lukken, maar een deel hebben en dan morgen vroeg verder. Dus ik ook zei niet vermissing hier is het, de Florse? Hier is het kotsen? Nu moet je zien. Zullen we weer gaan jij, hè? Een stille wink. Dus lees wat erop staat. Ik denk echt dat je nog gaat beginnen, hè? Ik ben wel een dag. Kun je dat lezen? Dit is speciaal voor jou, voor als de verveling toeslaat. Dan kun je, eventueel je vrouwtje helpen. Suzy, Mirjam en Cindy. Een opkustproduct te maken. Een stille wink. Ja. En wie is Suzy? Kustvrouwen? Dat zijn de kustvrouwen die in het zalf altijd komen. Ga kind hier of wat? In een kaloepje, ja. Ja, serieus? Gaat daar een speciaal relas mee? Niet echt, nee. Een proper relas? Ja, wel. Ja, dat moet samen. Ja. Zeker al niet aan dat je met dat kerkje. Dat is ook wel goed gezien, hè? Ja. Dat zijn die plomen van die vrouw van hun gat, van die kustvrouwen. Natuurlijk niet zien, dat weet ik. Ja, dat gaan ze het wel weten. Ik weet het niet. Altijd een goede relas. Zeg, en een overrol moeten we aan je dragen, of wat? Dat is gedaan. Dat is gedaan, ja. Dat is dan denk ik, dat zou voldoende minister te zeggen. Ivan, wat denk je ervan? Italiaans voelen. Ja. Ik ben nogal een foto aangepakt met de ploeg. Ja, zeg het maar. Moet je dit zien dat de collega's trekken? Ja, maar je moet een moment aangeven. Van... Dat is een beetje wat strek. Strek, hè? Dat af, hè? Maar is dat werkvolk hier? Uit de vierstelijkheden gedaan zijn. Zie. Zie, het schakel dat je nog iets bepaalt en iets volgende, maar het is toch altijd nog met niks doen hier zo. Dat is wel toch gewoon, hè? Je geeft vanmorgen maar dan weer. Zullen? Ja. Dan chop je nog iets van aan die risicoanalyse gaan we beginnen, hè, joh. Deze zal ik eens nog. Ja, van dingen, hè. Cleaning master, hè. Zeg, hoe wist je dat, Flor? Dat heb ik zo ook wat gewissen, hè. Want anders is het aan elkaar geleid, hè. Zijn die hier overdag? Soms, niet altijd. Hè, want die zijn normaal s'avonds hier al, hè. Een dag of twee, in de lift in boef, dan... Mr. De Voertje van wat, dan zijn we weg. Yes, sir. Hier bij ons hebben we iets Amerikaans. 4781.
11-9-08. In het Engels, born on the 4th of July, dus slagdatum hier, en gone on September 11. Deze laatste zal inderdaad gegrift staan in het geheugen van de band. Een paar kleine herinneringen. Als tankbleu werd ik gaandeweg ingewijd in de kunst van tankherstellingen en tankbudgeteringen. Ik heb de eer gehad om te horen tot de vele bazen die de revue hebben gepasseerd in de laatste jaren. 7 stuks in geen 10 jaar, te veel om op te noemen. Dat zijn er bijna evenveel als het aantal officiële werkgevers van jouw hele loopbaan. Je hebt vele eieren gebroed, gelegd, maar steeds met het hart op de hand en een tong die goed gehangen was. Hiervoor wens ik u te bedanken, een trouwe en plichtbewuste medewerker. Eigenlijk heb ik mij altijd een vraag gesteld. Wat bedoel je met tankwachter? Of watchank, watcher? Supervisor, zien, watcher, watcher. Is het afkomstig van het wachten tot de tank hersteld wordt? Of is het van het kijken hoe dat de tank hersteld wordt? Goed, over de betekenis van tankcowboy, daar gaan we even niet uitweiden. Daar heb ik geen twijfels over. En dan komt het episode van Calo. Caloplage. Eigenlijk, je ervaarde dat origineel als ballingschap. Maar het draaide, denk ik, uit op een pre-pensioen. Althans in de ogen van de mensen die aan deze oever wonen. We hebben allemaal onze ogen opengetrokken. Diep bestudeerde methodes, metingen met namen zoals PLT, sonderingen, windbelastingen, werden ons op de oren gesproken. PLT. Toch heb je onze onderhoudsafdeling daar goed vertegenwoordigd. En hiervoor krijg je een strandstoeltje en een aanleiding. Goed. Dit wil ik nog. Bedankt. Dit wil ik even kwijt. Bedankt. Ik heb dus nog wat zeggen. De ervaring in het verleden hebben ons geleerd dat voor bij officiële gelegenheden steeds meer aandacht en waarde hechten aan het informatieve luik en het meer amusante deel achteraf eerder als een noodzakelijk kwaad. Zo werden we in de voorbereiding van dit feest met twee problemen geconfronteerd. 1. Hoe gaan we het publiek overtuigen van voor- en zienswijze? En 2. Wat moeten we doen om dit officiële deal zo lang mogelijk te rekken zodanig dat zijn eigen pensioenfeest niet in een obscene braspartij ontaart. Bij actiepunt 1 kwamen we al snel tot de conclusie dat het een mission impossible was. Geen kat die ooit gelooft dat voor een glas bier zou inruimen voor een eindeloze redenvoering, hoe interessant die ook mogen zijn. Hier hebben we dan ook verder geen moeite ingestopt. Actiepunt 2, daarentegen, hebben we snel naar onze hand kunnen zetten. Tegen dat deze 25 recto verso A4'tjes hier de revue zijn gepasseerd, zullen we amper nog de tijd hebben om voor de hand te schudden en door te gaan, zodat wij niet langer hoeven te vervelen met oeverloos gesjouw en geklets. Voor de dames onder ons deze tip nog, die 3 kussen die je voorzien had, om aan Floor te geven, kan je maar beter achterwege laten, want Floor is daar ook niet echt op gesteld. Hij heeft namelijk een beetje last van smetvrees, maar daar komen we straks van terug. De loopbaan van Florin is niet zomaar in een handomdraai uit de boeken te doen. En het heeft zelfs wat zoekwerk gekost om het te kunnen reconstrueren. En daar zijn we ook maar gedeeltelijk in geslaagd. Vooral het deel uit de donkere jaren 70 is aan de analen en het collectieve geheugen ontsnapt. De chronologie van wat nu volgt zal misschien niet helemaal kloppen, maar wat telt is dat iedereen weet dat Flor een man van vele kwaliteiten is. Wat ons op de redactie bereikte is dat Flor een self-made man is. Hij zou zijn vertrokken als 16-jarige draaier op leercontract, maar zijn ongebreidelde ambitie joeg hem al snel in de netten van de voortgezette opleiding en via avondonderwijs behaalde hij een graduatiediploma. Als werknemer van de firma Degussa is ook snel gebleken dat er aan Flor geen groot vakbondsman is verloren gegaan. Zijn toentertijd ongetwijfeld sociale bedoelingen om het premiestelsel van de werkzaamheden in het kiekenskot de hoogte in te jagen, is hem nogal zuur opgebroken. In plaats van een loonsverhoging te krijgen in belang van het algemeen, werd hij verwijderd van de plant en kon hij alle premies op zijn buik schrijven. Dergelijke misschatting is hem later nooit meer overkomen. Als technieker bij Stevens Electro kwam hij voor het eerst in contact met onze raffinaderij, toentertijd nog SIBP.
Aangezien een beetje opportunisme Floor niet vreemd is, had hij al snel in de mond dat hij door op SIBP te beginnen werken de toekomst van vrouw en kind toch wel wat rooskleuriger kon maken. Op 4 juli 1983 zette hij dan ook zijn eerste stappen in de fabriek als arbeider van SIBP. Direct in eerste categorie natuurlijk, want zijn ervaring als koelgroepdeskundige rechtvaardigde dat. Althans, dat is wat hij zelf beweerde. Ik ben niet zeker dat iedereen die mening heeft. Ik heb dat zwak met wie moet beginnen. Maar op die koeltechnieken, daar komen we straks wel op. Toch was er in het hele proces een en ander fout gelopen. In plaats van als technieker op de butan terecht te komen bij zijn koelgroepen om zijn koelgroepen te vertroetelen, werd Floor plots in het hol van de leeuw gedropt. Machinefitter op job 67. Stank, lawaai en vuil waren plots zijn deel. Maar Floor zou Floor zijn, moest hij ook daar geen oplossing voor hebben gevonden. Die verdomde sluriepompen die zorgden toch wel voor boels over heel zijn lichaam, zie ik. We hebben ondertussen een medicijn. Dit in combinatie met bovenvernoemde smetvrees en zijn talende interesse in fysieke arbeid was voldoende om de officieren van toen te overtuigen dat er toch wel een grotere meerwaarde voor het bedrijf lag in het feit dat hij op de butan zou worden te werk gesteld. Het is bijna niet te geloven dat de leiding van de raffinaderij destijds zo naïef was en al die flauwekul geloofde. Hoe dan ook, Floor had wat hij wou. Een rustig jobbeke op offsites, dicht bij zijn geliefde koelgroepen en in een rustige omgeving, waar de bloempjes bloeiden, de vogeltjes floten, waar de konijntjes vrolijk rondhuppelden en de kieviet zijn netjes legt. Floor was een gelukkig mens. Aangemoedigd door deze idyllische omgeving ging hij er een paar activiteiten op nahouden die van hem een beter en spiritueelder mens moesten maken. Met een borstelsteel en wat koord werd er een samurazaagd in elkaar geknutseld en dagelijks meditatieve oefeningen te doen. Gepaard met de nodige kreten en gillen, werd Floor één met zijn nieuwe omgeving. Zelfs zoveel dat qua tongen beweren dat gedurende die hele tijd hij nooit heeft beschikt over persoonlijke werkoffer. Echter, dit is een feit dat niet meer te controleren valt, maar toch niet echt ongeloofwaardig. Zijn toenmalige rechtstreekse chef, Jos Verret alias De Zwarte, deed op tijd en stond wel eens een verrassingsbezoek in het werkplaatsje van K11-4. Die onverwachte bezoekjes werden door Floor niet echt op prijs gesteld. Maar door op strategische plaatsen de nodige reflecterende stickers te plakken, zag hij Jos aankomen en had hij tijd zat om zich van zijn werkband los te wrikken waar hij zo zachtjes al mee vergroeid was geraakt. Ondanks al die goede evoluties in zijn professioneel leven werd hij toch nog een viertal keer per jaar geveld door ziekte. Daar heeft hij later wel een oplossing voor gevonden. Het werd tijd om een andere weg in te slagen en zijn carrière een wending te geven. Floor wou niet meer uitvoeren, wat sowieso al een moeilijk te geloven houding is van Floor. Hij wou leiding geven. En op 1 april 1989 werd hij gepromoveerd tot supervisor van de zone waar hij zelf al die jaren aanwezig was geweest. Hoeveel geluk kan een mens hebben? Offsites was destijds nog opgedeeld in 2 zones. Enerzijds was er het tankpark en anderzijds was er de enclave en de wagon- en camionlading, beter bekend bij ingewijden als CGA en KVC. Floor kreeg de laatste toegedeeld en Floor nam onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid zeer serieus. Zoals hij zelf beweerde, kon het niet zijn dat hij in zijn positie nog 4 keer per jaar ziek werd. Hoe de mentaliteit van iemand kan veranderen. Met een enorme gele sjaal werden zijn zeer gevoelige luchtwegen beschermd. En het rechtstreekse gevolg was dat Floor nooit meer ziek werd. Het was zelfs zo frappant dat zijn medewerkers de sjaal magische krachten toebedienden. Toen een reorganisatie ervoor zorgde dat de 2 offsite zones werden samengevoegd tot 1 grote zone, moest Floor eventjes zijn architecturale capaciteiten bovenhalen om zijn onderdanen van een nieuw onderkomen te voorzien. Dit was een taak die hem op het lijf geschreven was. Hij heeft trouwens altijd zijn medewerkers zonder schroom van de nodige gereedschappen en hardware voorzien. En hij zou van de nieuwe boogloodsen, annex burelen een pareltje maken. Uiteindelijk is de grote dag er om zijn verwezenlijking weer kundig te maken. En met veel poeha de loods in te huldigen. De poort zwaait open en iedereen is onder de indruk. Hoe is het in Siemens naam mogelijk dat men in een project als dit
er kan in slagen om de elektrische installatie te vergeten. Nu zijn op dat moment een zeer opmerkzame leerling in dienst in de dienstonderhoud, die de juiste conclusie heeft getrokken. Floor kan zeer goed projectmatig werken, kan goed communiceren, beschikt over een groot netwerk van contacten, en in de tanks zijn geen elektrische installaties nodig. De overstap naar de tankploeg was gemaakt. In deze functie is Floor echt helemaal opengebloeid. Hier konden zijn kwaliteiten echt helemaal benutten. En in de loop der jaren heeft Floor het tankteam van een marginale dienst, die eigenlijk dienst deed als opleidingscentrum voor jonge startende ingenieurs, uitgebouwd tot een volwaardig zenuwcentrum binnen de dienst. Zijn stempel en stijl rust zo hard op het team dat iedereen die ooit nog met het team te maken zal krijgen, zal geconfronteerd worden met zijn verwezenlijkingen. Floor kreeg op die manier ook wel met een heel scala van contractors te maken. En hij hield hier een heilig principe op na. De weg naar goede commerciële resultaten loopt via het hart van, jawel, de secretaresse. Net als de tankploeg helemaal op volle toeren draait, slaat het noodlot toe. Het kaloodebakkelen zet heel de tankwereld op zijn kop en het tankteam wordt van de ene op de andere dag tot de meest bekeken dienst van de raffinaderij gebombardeerd. Maar wederom zet Floor al het negatieve om in positieve energie. Hij gaat als afgevaardigde tankwachter naar het vakantiekamp Calo en laat hierbij alle op linkeroever gedomicileerde collega's achter zich. Floor breidt er zijn al zeer omvangrijk netwerk uit. En in het bijzonder de contacten met de hygiënische assistentes worden zeer nauw aangehaald. Bij zijn terugkomst op Rechteroever, zo'n anderhalf jaar en 250 dineetjes later, beslist Floor dat het genoeg is geweest. Zijn pensioen is veiliggesteld door de kolossale transportvergoedingen die hij in Calo opstreek. En onze tankerboy, en bon la lettre, is moe. Ik sta best met de verschuiven. Maar als je nu dacht dat we hier gaan stoppen met anekdotes, heb je het verkeerd voor. Anderzijds is het ook zo dat iedereen wel de klassiekers zal kennen. Maar mij is toch een combinatie van twee straffe verhalen opgevallen. Op een mooie zonnige avond trekt Floor met een aantal collega's richting Lillo, om van de zuivere Scheldelucht en het gerstenat te gaan genieten. Alles loopt rustig en plezant, tot een zeer welgevormde dame bijzondere interesse in hem begint te vertonen. Nu is Floor niet vies van een flirtje meer of minder, maar hij is steeds bij hoog en bij laag blijven beweren dat er nooit iets gebeurd is achteraf. De tweede is nog straf. Na de nieuwjaarsreceptie, waarbij Floor zijn eigen wagen in een ondergrondse parking had gezet, wordt hij wakker met een houten kop en merkt dat in het bovenzakje van zijn hemd het parkingticket nog zit. In volle paniek en op slag ontnuchterd stormt hij naar de garage om zijn heilige koe te gaan inspecteren. Want het zou toch niet kunnen zeker dat hij de slagboom van de parking er heeft uitgelegd. Tot op vandaag is het een onopgelost raadsel. Maar een beetje opmerkzaam mens telt zich natuurlijk de vraag. Als hij vergeet hoe hij met een peperdure auto uit een ondergrondse garage geraakt onder invloed van een paar glazen. Hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat hij na dezelfde hoeveelheid glazen zich glashelder kan herinneren dat er met die dame in Lille nooit iets gebeurd is? Beste Floor, het entertainment gehalte heeft dus een grote rol gespeeld in je carrière. En dat is heel goed, want humor relativeert. En dat is wel eens nodig in ons dynamisch bedrijf, waar stress vanwege werkbelasting niet onbekend is. Behalve deze kwaliteit heb je ook aan de wieg gestaan van de structurele ontwikkeling van het tankteam. Heel lang geleden werd het budget voor het volgende jaar nog opgesteld op de achterkant van een sigarendoos. Maar aangezien het tankprogramma allemaal uitbreidde en de sigarendozen kleiner werden, heb je een eenvoudige spreadsheet opgezet wat gegroeid is naar een professioneel budgetteringsprogramma, waar we nog steeds heel veel nut van hebben. We mogen wel zeggen dat jij een van de hoekstenen bent van het tankteam. Kennis hield je niet voor jezelf. Al een jaar geleden begon je met humoristisch overdragen van alles wat je wist binnen het tankteam, terwijl je tegelijkertijd het hele proces van brugpensioen in gang hebt gezet. Je hebt ons dan ook menigmaal van ons werk afgehouden, omdat we voor de zoveelste maal je verhaal moesten aanhoren. Dit heeft het voordeel gehad dat binnen ons team weer al een specialisme is ontwikkeld. De begeleiding naar brugpensionering. Kortom, Floor, je was en bent een prima mens, waar het goed mee samenwerken is. Er breekt nu een nieuwe fase aan in je leven, met uitdagingen die daarbij horen. Beste Floor, namens het tankteam, bedankt voor je inzet
en het voorrecht om met jou te mogen samenwerken. Flor, het gaat je goed. Even op die koelgroepen teruggekomen, want daar is hem uiteindelijk zijn carrière mee gestart. En we hebben toch een mini-koelgroepje. Mooi. Meegebracht naar hier. En dat heeft twee voordelen. Eén, hij zal altijd bij koelgroepen geconfronteerd blijven voor de rest van zijn leven. En zijn vrouw hoeft dan niet meer af te vragen en dan komt dat hij zo lang. Daar is dat mijn recht naar huis komen. Maar bedankt allemaal. Kom bro. Zo te vat maar allemaal. Voor dit gesproken, collega's. Ik wil iedereen bedanken die er jou aanwezig is. Probeer een positieve instelling hier, kan ik niet zeggen. En probeer elkaar niet een duivel te zijn. Maar dat ervaring, dat verbrengt een beetje. En ik wou het niet doen, maar ik wil het ook doen. Probeer niet negatief te zijn, positief met elkaar. En dan we veel kunnen bereiken. Dat was het. Kijk voor wat gevoel geeft dan nou, dat je hier niet meer mee terug kan met de werken. Ja, echt een ontspannen gevoel. Ja? Serieus? Kunt dat niet geloven. Echt waar? Leven is gedood. Zeg jij een vraag, moet je mee? Ik heb het niet gedaan.
Maar het is wel een ingekorte versie. De loopbaan van Flor is niet zomaar in een handomdraai uit de doeken. En het heeft zelfs wat zoekwerk gekost om het te kunnen reconstrueren. En daar zijn we ook maar gedeeltelijk in geslaagd. Vooral het deel uit de donkere jaren 70 is aan de analen en het collectieve geheugen ontsnapt. De chronologie van wat nu volgt is misschien niet helemaal correct, maar wat telt is dat iedereen weet dat Flor een man van vele kwaliteiten is. Wat ons op de redactie bereikte is dat Flor een self-made man is. Hij zou vertrokken snel in de mot dat hij door op SIBP te beginnen werken de toekomst van vrouw en kind toch wel wat rooskleuriger kon maken. Op 4 juli 1983 zette hij dan ook zijn eerste stappen in de fabriek als arbeider van SIBP. Toch was er in het hele proces een en ander fout gelopen. In plaats van als technieker op de Butan terecht te komen en zijn koelbroeken te vertroetelen, werd Flor plots in het hol van de leeuw gedropt. Machinefitter op job 67. Stank, lawaai en vuil waren plots zijn deel. Maar ja, dat was het. Can I be strong there? But I
does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.